is in de regio. Een programma vol leuke evenementen, festivals en uitgaanstips. Zoals jullie zien loop ik door de Blub. Het festivalseizoen is weer begonnen. En we beginnen vandaag bij Halfvaste. Hoe vinden jullie het om hier te zijn vanavond? Het was vanavond gewoon te gek voor een heel groot festival, voor een grote zaal. Ontzettend leuk. En een van de eerste feesten dit jaar en dat belooft een hoop goeds voor het seizoen 2011. Wat is er leuker, om voor een heel groot publiek te spelen of voor een heel klein publiek? Het is spannender om voor 10 man te spelen dan voor een hele grote zaal. Yeah. En waarom? Ja, dat is intiemer en dan, die mensen die zijn dichtbij je en dan moet je ook praten tegen die mensen en allemaal dingen zeggen en zo. Dat hoeft hier allemaal niet. Hier kun je gewoon schreeuwen tegen al die mensen en je weet niet tegen wie je het hebt. Maar hebben jullie al iets vaker in Brabant moeten spelen? Dat we vaak in Brabant spelen? Ja. Nou, niet. Bepaalde provincies spelen heel veel, in Brabant niet bepaald het meeste of zo. Dus er is voor ons nog een hoop te winnen in Brabant. Wat is er zo leuk aan Brabant dan? Carnaval. Dat hebben wij niet, hè? Carnaval, vier nooit carnaval? Nee, dat is niks bij ons. Dus daarom, we weten dat het hier zo leeft. Dus ja, de carnaval is al geweest, maar de sfeer van de carnaval hangt er nog steeds. En komen jullie voor een speciaal iemand? Nee, eigenlijk niet. We komen voor allemaal. We komen voor heel het feest, Halfvaste, dan moet je altijd zijn geweest. Ik kom voor een Fransje Duits. Ja. Okay. Ja. Wat is er zo leuk aan hem? Ik kan de hele tent... De muziek, hè? Dat vinden we leuk. Kunnen meezingen en meedansen. Maar die zet heel de tent op zijn kop. Nou, mijn vrouwtje die wilde graag Nick en Simon zien, maar die hebben we al gehad. En nou is Charlie Lono of Mental Tio van de ook wel leuk. En nou nog even een Frans-Duits, dus we blijven op en neer roepen. Leuker om voor een groot publiek of voor een klein publiek? Nou, een klein publiek is wat enger, zeg maar. Want dan sta je eigenlijk één op één. Dus dan kijk je iedereen in de ogen. En zoals hier met duizenden mensen binnen, dan zie je de eerste paar rijen en de rest zie je dat het meefeest. Dus ik vind het enger om voor een klein publiek te staan. Wat vond je van het optreden? Echt een hele goede sfeer. De mensen deden lekker mee. Polonaise erin en handjes omhoog. Dus ik ben weer wederom tevreden. Zijn we terug met de parade en nog meer artiesten, maar nu eerst de uitgaansagenda. In de Gouden Leeuw in Veghel, vrijdag 23 april, een mega apres-ski party. Met medewerking van De Band en DJ Jaap Daniels. Even terug naar de carnavalsdagen. Begint om 10 uur. En elke laatste zaterdag van de maand, Say Keys. Onze eigen Harry, Wim en Edwin spelen alweer voor de derde keer alle jullie verzoekjes. Dat belooft zeker weer zo gezellig te worden als voorgaande edities. Begint om 10 uur. Wat zijn de hoogtepunten van de zondagmiddag? Nou, het is niet de zondagmiddag, maar de zondagmorgen en middag. En de hoogtepunten zijn uiteraard het straattheater gebeuren, waar diverse straatartiesten de ex vertonen. Daarlangs voor de kleintjes het theaterplein gebeuren, waar allerlei activiteiten voor de kleintjes van 0 tot 8 jaar. En het sensatieplein is de snelheidsplein voor de grotere, de oudere jeugd. En daarlangs uiteraard de wervelende Braziliaanse dansshow die er 2 maal op wordt gevoerd. En uiteraard het hoogtepunt moet worden de parade die vanaf 2 uur vertrekt. Você nos
motocrosswedstrijd bij de Biezendijk in Zijtaart. Motorclub De Jagers uit Zijtaart viert tevens haar 40-jarig bestaan. 9 april komen de jeugdklassen en de veteranen aan de start. 10 april is er een nationale wedstrijd. Vooral bij de zijspannen wordt het spannend. Motocross-spektakel begint beide dagen om 11:30. In café Het Stoepke in Boekel op zondag 10 april de vierde voorronde van Stoepslag. Met optredens van Dan Jumbo, Jax Dignity, Backspin en de Common Sense. Je bent van harte welkom bij de vierde voorronde van Stoepslag. Belooft een spannende wedstrijd te worden. Nou, dit was de uitgaansagenda. We gaan nu even naar de feesttent kijken hoe het bij Nick en Simon is. Het was waanzinnig. Duizenden mensen en een echte Brabantse sfeer. Dit mag voor mij jaarlijks plaatsvinden hier. Volgens mij duurt het dat ook al. Wat vind je van de Brabanders? Is er een ander volk als waar je normaal optreedt? Nou, het is ontzettend gezellig, heel gemoedelijk altijd. Maar het klopt wel dat ze komen wat langzaam op gang, de Brabantse nachten. Dat is wel zo. Als je aan het begin van de avond staat, moet je wel echt werken, wil er iets gebeuren. Maar als het eenmaal een beetje losgaat, zoals nu, was het al wat later, dan is het echt fantastisch. Hoe was het vanavond gegaan hier in Zeeland? Ja, ik moet zeggen dat ik het fantastisch vond. Volgens mij heb ik hier ooit al eens met Volumia gestaan, maar dat is wel lang geleden. Ik weet niet meer zeker, maar ik had er wel zin in. Weet je, voor mij Brabant, ik kom uit Brabant. Dus je hoort het niet aan mijn stem, maar beide mijn ouders komen uit het Westen. Maar van mijn tweede tot en met mijn 19 heb ik in Brabant gewoond. Maar je voelt wel een sfeer van 5000 man. Kijk, en als ze dan op een gegeven moment helemaal aan het einde toch met z'n allen zo staan en zij geloofden mij mee zijn, ja, dan krijg ik kippenvel, weet je wel. Dan daar doe ik het voor. En niet voor het geld of voor, ja, ook wel natuurlijk. Zijn ze toekomst in ons allebei? Ze vraagt nooit, maak je van mij iets vrij? Want ze weet, zing dit gaat voor mij! Gaan vanavond hier in Zeeland? Ja, lachen man. Alleen ze konden niet goed met bier gooien. Ze hebben geen één keer geraakt. Maar is het typisch iets voor Brabant? Of zeg je de Brabants zijn anders dan anders in het land? Nee. Ja, meestal zijn ze juist erger. En ze doen juist meer mee en zo. Dus het was op zich wel goed. En wat vind je leuk? Of in zo'n grote zaal te staan of meer in een team? Wat vind je leuk? Ja, kijk, dit is wel heel tof. Dit is echt zo'n hardcore bierzuip. Je weet hoe het gaat. Maar het is ook leuk toch? Ik ging er altijd heen. Is er nog iets waar de mensen moeten weten dat er nog iets nieuws uitkomt, behalve het album van jou? Ja, de single die komt ook op dezelfde dag als het album. Dus ja, die komt er snel aan. Maar dit is Sander de Vizier speciaal voor in de regio, op de halfvaste feesten. Het was hier fantastisch. Echt, ik moet nog een beetje bijkomen, ik ga nog een biertje drinken. Maar we zien jullie volgende week, hè? Heeft u nog leuke tips? Mail ze dan door naar inderegio@skylinertv.nl.